Yo, kijkers van mijn kanaal, welkom bij deze video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe jij jouw eigen Atenos server maakt. Atenos is, uh, of eigenlijk, ja, een gratis Minecraft server. Uh, Atenos is een soort van programma waarmee je gewoon gratis Minecraft servers kan gaan maken. Uh, dat is altijd wel handig als het gratis is, ook al fijn. Uh, wat wel is, is dat je het niet 24 uur lang achter elkaar aan kan houden. Daarvoor zou je echt voor moeten betalen. Dat kan dan niet via Atenos, maar via andere dingen. Um, nou, zoals je ziet, um, ik ben op de website van Atenos. Kun je aternos.org doen. Voor de mensen die mm, nu kijken, nog niet gelijk wegklikken. Want um, ja, ik ga je gewoon iets goeds uitleggen en uiteindelijk heb je er misschien wel wat aan als je zelf een eigen Minecraft-server wil hebben. Het is voor Java en voor Bedrock Edition, dus um, dan kan je allemaal instellen. Laat ik zo meteen nog zien. Uh, ook kun je er uiteindelijk plugins op doen, maar dat laat ik ook nog een keertje zien. Um, nou, hier kun je aternos. opzoeken. Als je dat hebt opgezocht, dan staat dat daar zeg maar. Um, en dan kom je op deze website. Daar staat allemaal informatie. Minecraft servers gratis voor altijd. Dan kun je voor jouw eigen dan heb je allemaal, allemaal dingen. En als je dat drukt, dan kom je eigenlijk gewoon hetzelfde als spelen. Dus je drukt op spelen. Um, inloggen. Als je geen account hebt, nou, dan kun je natuurlijk nog niet inloggen. Dus dan moeten we registreren. Dan kies je jouw eigen gebruikersnaam. Dan doe je dit even als vinkje. Dus bijvoorbeeld. Um... Weet ik veel wat jij wil. Bijvoorbeeld dit. Um, ik heb natuurlijk al een account. Dus we je voor. Ik, ik verzin even een random naam. Eh... Uh, oh. Dan zou je hier nog je wachtwoord en je e-mailadres. Dat hoeft niet per se. Dat is altijd wel fijn. Het is wel handig. Nou ja, hoeft niet per se. Um, nou, dan ga ik nu wel even... Bij mezelf inloggen. Oké, okay, wat jullie nu zien is wat jij krijgt als je uh, ingelogd bent. Uh, anders krijg je dit te zien, denk ik. Dus, um, als eerst stel je voor, je hebt je gebruiksnaam gemaakt. Maar je wilt dat je server anders heet. Ik zal even zo een camera beter doen. Je wilt dat je server anders heet. Nou, dan druk je op dit potloodje. En dan druk je nog een keer op een potloodje. En dan kan jij hier de naam veranderen. Um, stel je wil. Um, geitenlandje. Ja, waarschijnlijk bestaat het al. Maar dan druk je hier zo op. En dan, dan heb je eigenlijk je naam veranderd. Uh, dat kan je ook gewoon. Dat kan je volgens mij zo vaak doen als je wil. Uh, behalve als iemand anders al die naam in bezet heeft genomen. En dan kan het niet. Um, nou. Hier kun je nog wat onder zetten. Als die online staat, dan staat er altijd wat onder. Bijvoorbeeld Qcraft, um, New Games. Zeg je bijvoorbeeld hier New Games R. Are... Coming. Dat kan je er allemaal onder zetten als je wil, en dan moet je dat ook um, als vinkje maken, zeg maar. Uh, eigen domein instellen, dat, dat ga ik later nog uh, laten zien. Nou, zoals je ziet, hier zijn heel veel slots. Dit begint met 20. Veel, vele mensen denken dat je niet heel, met heel veel mensen op je eigen Atenal surf kan, maar je kan dat eigenlijk gewoon veranderen. Je kan er bijvoorbeeld 50 op zetten en eigenlijk gewoon zoveel als je wil. Maar als je meer spelers toelaat, volgens mij, dan heb je ook meer kans om meer lag te krijgen. Dus dat wil je eigenlijk niet. Je zou gewoon hoeveel je denkt dat er in je server komen. Stel je, stel je hebt uh, 100.000 abonnees, dan kan je wel verwachten dat er veel mensen zijn. Dus dan kan je dat eigenlijk gewoon heel hoog zetten. Je kan ook gewoon dit. Maar stel je voor, je doet het alleen voor je vrienden, dan zou ik niet voor de grap dit doen. Want er is de kans dat er dan meer lag ontstaat en dat wil je natuurlijk niet. Uh, dan kun je je spelmode instellen. Nou, ik heb hem nu op survival, dus overleven. Uh, je kunt hier ook op creatief en avontuur en zo, weet ik, voor wat je allemaal wil. Maar, er is ook nog een maar. Wat zou je voor, jij wilt in Creative en iemand anders. Dat je wilt dat iemand anders in. Survival, bijvoorbeeld of in avontuur gaat. Dat kan ook nog geregeld worden. Dat laat ik zo nog zien. Moeilijkheid kun je vreedzaam normaal en uh, dat allemaal. Uh, whitelist kun je aan en uit. De whitelist kun je laat ik zo eens door meteen zien hoe dat uh, moet. Of in een andere video, maar ik zal het wel zo meteen laten zien. Cheats kun je aanzetten en uit. Resource pack dat dat kun je allemaal instellen. Dit zijn eigenlijk gewoon de standaard instellingen van Aternos. Um, ja. Dat. We gaan nu de whitelist even aanzetten. Kun je naar spelers gaan? En hier kun je je spelers op de whitelist zetten. Dus wel, stel je voor, je hebt Janis is je vriend. En die wil je in je eigen server zetten. Als whitelist. Dan doe je dat en dan is hij toegevoegd. Um, je moet hier wel, wel, hiervoor wel je server of, of offline hebben. Nee, dat, dat hoeft niet bij Whitelist. Dan moet je bij OPs. Operators. Uh, de, als je daarop klikt, bij. Trouwens, ik klik op Spelers, zodat dus je dat weet. Uh, dan kun je naar Operators. Operators, uh, dat zijn degenen die zijn maar de baas zijn die cheats kunnen uitvoeren als je dat hebt aanstaan en zo. Um, nou, dus uh, stel je voor je wil jezelf operator maken. Dan zal ik even mijn uh, Minecraft-naam doen. Je server moet hij voor offline staan of die speler moet online zijn in je server. Um, ja, hier staat hij, dat is mij. En dan als ik join, dan ben ik automatisch operator. Dan moet ik nu naar de opties, want dan wil ik geen whitelist meer. Ja, dit is eigenlijk een beetje het normale. Stel je voor je wil Java-editie, dan kun je hier nog allemaal dingen doen. Ook uh, kun je bij Bedrock en Java kun je plugins en zo erbij zetten. Maar um, die plugins, dat ga ik later nog in een andere video uitleggen hoe je dat doet. Dus abonneer en like ook even. Want ja, maar als je wil, um, als je dit gebruikt, alsjeblieft like en abonneer. Dat zou ik heel erg waarderen. Alvast bedankt. Nou, dan moeten we zo nog even de server joinen. En dat, uh, dat komt ook wel goed. En hier kun je bij je console, als hij of, of, uh, online is, kun je allemaal dingen instellen en zo. Maar dat is met commands. Dus zelf vind ik het niet zo heel fijn. Maar ik gebruik het soms wel als het grappig is. Maar je, daar moet je wel een beetje kennis voor hebben. Even kijken. Want je wil als je je eigen wereld wil toevoegen. Hier zie je jullie als city staan. Je kan je eigen wereld genereren. Nou, bijvoorbeeld. Hij heet Julius. Julio City. Dat komt dan ook boven te staan ergens. Druk je op genereer. En dan heb je eigenlijk gewoon een nieuwe wereld gemaakt. Uh, ook kun je eigen, uh, eigen wereld uploaden. Uh, volgens mij. Ja, dat, dat heb ik wel eens gedaan. Nu is hij heel lang aan het laden, maar normaal niet hoor. Dus dan uh, druk je op je uploaden map. En dan moet je eigenlijk jouw Minecraft wereldbestand in een nieuw mapje zetten. En dat mapje moet je doen. Ehm. Um, en je kan ook in een zip-archief. Uh, zip nee. Je kan ook in een uh, zip-archief of zo. Daar kun je het ook allemaal in. Daar kun je ook uh, je wereld in doen. Dus je kan ook gewoon, volgens mij, Java-werelden op Bedrock doen. En andersom. Soms heb je wel dat Java-werelden die naar Bedrock gaan, dat die soms een beetje leggen. Uh, als ze heel groot zijn, is het een beetje lastig. Uh, maar daar is niet zoveel aan te doen. Nou, wat we nu gaan doen is we gaan joinen in Minecraft Bedrock zelf. Je kan ook op Java doen, dan is het weer anders. Maar dan, dat is eigenlijk. Nee, ik bedoel, het is hetzelfde. La, ja. Dat is hetzelfde. Wauw. Dus, dit is het IP-adres. Um, je hebt niet je eigen IP-adres nodig, want dat moet je ook niet aan mensen laten zien. Ja, er kunnen allemaal vre vreselijke dingen daarna gebeuren. Dit is jouw IP-adres van de server. Dus in mijn geval juliocity.atwas.b. Um, en dit is de port. De poort is ook heel erg belangrijk. We gaan deze even onthouden. Um, nou, als, als eerst wil je natuurlijk je server opstarten. Dus dan kun je daar op drukken opstarten. En dan ga ik even mijn Minecraft uh, aanzetten. Oké. Okay. Um, ja. Nou, jullie zien nu automatisch mijn minecraft volgens mij. Um, ja wat ik wel even ga doen is, ik ga deze aan de andere kant zetten, ja, oké. Okay. Mijn adres is, uh, ja wat ik net al had gezegd, um, dat kun je dan in gaan voeren, ik heb het nu al ingevoerd, maar hoe dat eigenlijk werkt is, hier staat extra service, druk je op server toevoegen, kun je eigen naam bijvoorbeeld, uh, video city, dat ma eigenlijk maakt de naam niet zoveel uit. Dat is gewoon zodat jij zelf op jouw device het kon kant houden. Um, nou, wel moet je. Maakt de serveradres en de poort uit. Want het serveradres, dat heb ik daar net al gedaan. Um, zo. Ja. En de poort, die kun je hier ook nog. De poort is ook heel belangrijk. Staat er ook bij. Dat is 648-54 En dan druk je op opslaan. Oh, die is al toegevoegd bij mij. Want die had ik al toegevoegd. Nou, dan druk je hier. En uiteindelijk, um, want eerst zal die even hier rood zijn, maar hij wordt groen. Als er al één iemand in zit, dan zou die al groen worden. Maar als je als eerste ingaat, dan is die vaak nog rood. Dat betekent niet gelijk dat hij het niet gelijk doet. Want als die gewoon op jouw telefoon of op jouw computer op het web staat dat hij online is, dan is die online. Oh, uh, wat je wel hebt hier is een speciale tijd en die tijd daarvoor, in die tijd moet jij in de server gaan joinen. En als dat niet kan, als je daar al in niet bent gejoined, dan gaat de server uit. Dus uh, dat is wel een beetje jammer, maar ik snap het wel omdat best wel veel mensen hebben een astral server en dan zou je al die servers moet je allemaal regelen en zo. En de wereld is klaar met genereren. Uh, hoe je de wereld hebt genoemd bij die werelden. Dit is trouwens nu een creative. Staat ook hier. Dus dit is uh, ja city. Omdat dat is de server die ik ooit nog een keer wil gaan maken. Maar ja. Ik weet niet. Uh, dit is geen city natuurlijk. Maar je hebt gewoon je eigen Minecraft server. Um, we kunnen ook. Omdat we hier hebben we zelf al ingesteld dat we operated zijn. Dus er staat ook dat we operated zijn. Dat betekent ook. Wat schaap aan dat um, je gewoon slash dingen kunt doen, maar um, ja, ik hoop dat jullie nu snappen hoe, hoe je eigenlijk een beetje een eigen gratis Minecraft-server maakt. Als je nog vragen hebt, stel die in de comments, dan zal ik er zo snel mogelijk op gaan beantwoorden. Als de vraag is over de plugins, die video komt nog later, waarschijnlijk over een week of zo, of ik weet niet wanneer, uh, die komt dan nog later. Maar dan dat, dat moet je gewoon even abonneren. Want ik krijg, en een belletje aanzetten, zodat je die niet mist. Um, ja, ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Nou, dat was het dan, yo.